Dag beste kijker, ook dit jaar geen witte kerst. Wel eentje met soms mooie opklaringen, prachtige regenbogen en temperaturen tot 7 graden voor het uiterste westen van het land. En in het binnenland zijn dat veel meer temperaturen rond zo'n 5 graden. In Hoog-België is het nog altijd koud genoeg voor temperaturen rond het vriespunt en om daar op de hoogste toppen de sneeuw te laten liggen. Daar ligt tot 10 centimeter. En elders, ja, is het af en toe toch genieten van opklaringen, is het toch wel wat mooier dan gisteren. We zitten wel nog in die noordelijke luchtstroming. Van over zee gaan wel nog wat wolken tot bij ons geraken. Maar vooral hier, ten zuiden van Sambre en Maas, blijft die bewolking meer kleven, is het grijzer. En vooral over het uiterste westen hebben we deze voormiddag al enkele buien gehad. En mogelijk ook deze namiddag dat er links of rechts nog een paar buien vallen. Ja, voor Vlaanderen zijn dat regenbuien. In de Ardennen zijn dat winterse buien of sneeuwbuien. En dan zaterdag gaat een eerste storing over het land trekken met wat lichte neerslag. Later volgt er nog een veel actievere storing. Dat is dan tegen zondag. Dan gaat die vanaf het westen over het land trekken met veel regen voor Vlaanderen. Met veel sneeuw voor de Ardennen. Dus daar kan tegen het einde van de week een dik pak sneeuw komen te liggen tot misschien wel 20 centimeter. En ondertussen gaat het ook hard waaien. Dat is voor zondag. Vandaag ziet het er allemaal wat zonniger uit. Af en toe zijn er die zonnige momenten, afgewisseld met wolken. En dus ja, kans op een paar lokale buien. Temperaturen tussen 0 en 7 graden, dat zijn de temperaturen al op dit moment. En dan vanavond en vannacht zijn er soms tijdelijk brede opklaringen. Er kan ook wat nevel of mist ontstaan in Hoog-België. En in de Ardennen kan die mist dus aanvriezen bij temperaturen rond en onder het vriespunt. Elders zijn dat minimaal tussen 0 en 4 graden. En dan morgen staan we nog op met droog weer, met ook enkele opklaringen. Maar stilaan komen meer wolken opdagen vanaf het westen. En later verwachten we regen. Wat lichte regen in de Ardennen, blijft het koud genoeg voor wat lichte sneeuw. In het centrum van het land temperaturen rond 5 graden. En dan zondag, ja, dan gaat het hard regenen. Dan gaat het ook hard waaien. En dan gaat het behoorlijk sneeuwen in de Ardennen. Voor het centrum van het land een temperatuur rond 6 graden. Mogelijk zijn er zelfs hevige windstoten tot 100 km per uur. Voorzichtig in zulk weer. En dan voor begin volgende week wordt het al wat rustiger. Nu maandag gaat in de loop van de dag meer bewolking komen opdagen vanaf de Franse grens. En dan kan er, ja, mogelijk toch ook in Vlaanderen wat winterse neerslag vallen en sneeuw in de Ardennen. Dinsdag wordt het droger. Er kunnen links of rechts nog wel een aantal buien zijn van regen, wat hagel of wat smeltende sneeuw. En in de Ardennen sneeuw, maximaal rond 4 graden. Woensdag en donderdag zou het dan droog blijven, zijn er opklaringen. Ja, toch wel redelijk koude nachten met temperaturen rond of zelfs onder het vriespunt. Dus hier en daar oppassen voor rijm- of ijsplekken. En dan overdag gaan we naar temperaturen rond 3 of 4 graden. Maak er nog een hele fijne kerstdag van en graag nog tot later vanavond. Dag!